Boogschutter, welkom bij jullie reading voor de maand augustus 2023. Dit is voor iedereen die boogschutter in zijn zon, maan of ascendant heeft. En iedereen die natuurlijk een andere plaatsing heeft, geïnteresseerd is in een boogschutter. Jullie zijn allemaal welkom. We gaan beginnen met de tea leaves. Onder op het dek, de weer, boogschutter. Iemand die je kent, kun je niet vertrouwen. En is niet echt, is niet eerlijk. Je kunt niet bouwen op deze persoon. Met de veer. Dus hou dat in je achterhoofd. Dus een eerste waarschuwing. Dus je kunt iemand in je omgeving hebben waar je je bewust van bent. Of iemand waar je niet bewust van bent. Dat deze persoon niet echt is, niet eerlijk is. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen voor het sterrenbeeld boogschutter? Nog twee kaarten voor het sterrenbeeld boogschutter. Een ring. Een huwelijk vindt plaats. En dit kan op romantisch gebied zijn. Dus een relatie, een huwelijk daadwerkelijk. Of een zakelijk huwelijk. Met de ring. En weet dan met wie je in zee gaat. Dit kan wel eens iemand zijn die niet echt is, die je niet kunt vertrouwen. Wat mogen we nog meer ontvangen? En vooral op zakelijk gebied. Pas op met wie je in zee gaat. Wat mogen we nog meer ontvangen? Wat mogen we nog meer ontvangen voor het sterrenbeeld boogschutter voor de maand augustus 2023? En net tijdens het voorschudden zei ik onbewust december. Geen idee waarom, maar er kan dus december kan misschien een belangrijke maand zijn geweest of worden. En we hebben nu de maand maart die er voor jullie uitkomt. Dus denk terug aan de maand maart. Het kan zijn dat je in de maand maart iemand hebt ontmoet. Maar de maand maart 2023 kan belangrijk zijn, ook aankomende maart. Wauw, en we hebben hier nog een maand, de maand mei. Dus kijk hoe deze maanden met jou resoneren. Tijdens het voorschudden van de tea leaves kwam er uit verdriet over een verlies. Situaties die kunnen spelen binnen je familie, boogschutter. En we hebben involvement with the law die naar voren kwam. Dus te maken krijgen met de wet. En ik hoop niet in negatieve zin. We hebben hier onder op het dek een fair man. Te maken hebben of een relatie hebben met een man met blond, grijs of wit haar. Dus dit is iemand die een rol kan spelen in de maand augustus. Iemand met wie je te maken krijgt of een relatie hebt of krijgt. Wat mogen we nog meer ontvangen? Voor boogschutter. Ja, dank u wel. We hebben een kribbe. De geboorte of de conceptie van een kind. Of een onderneming. Ja, een samenwerkingsverband met iemand op zakelijk gebied. Maar de geboorte van iets nieuws. Dus een kind of een onderneming, een samenwerking. Wat mogen we nog meer ontvangen voor het sterrenbeeld boogschutter? Ja, dank u wel. We hebben hier bliksem, lightning. Zorg dat je je boosheid onder controle houdt of je zult er spijt van krijgen. Ja, je zal wel eens met de wet te maken kunnen krijgen als je inderdaad je boosheid niet onder controle houdt. Dus er kan wat boosheid komen of een bepaald conflict plaatsvinden. Dit kan te maken hebben met iemand die undependable en insincere is. Onder op het dek hebben we de weegschaal, boogschutter. Zorg ervoor dat je je leven in balans houdt. Keep your life in balance. En wat ik ook zag, waar ik wel het gevoel van heb, dat het een positieve wending zal krijgen, je financiële situatie. Ik zag de pentakels 9, dat is het binnenroepen van rijkdom. Een bepaalde mate van luxe, hard werk, wat zijn vruchten af gaat werpen. En voor sommige boogschutters heb ik het gevoel dat je inderdaad uit een moeilijke periode zult komen als het gaat om je financiën. Dan, van de kracht van de liefde onder op het dek hebben we de volgende kaart, bereidheid. Je bent in staat compromissen te sluiten als het eindresultaat liefde is. Dus je bent bereid om een compromis te sluiten met iemand als het eindresultaat ook liefde is, positief is. Wat mogen we nog meer ontvangen? Voor het sterrenbeeld boogschutter.
sterrenbeeld boogschutter voor de maand augustus 2023 universum. Twee kaarten voor het sterrenbeeld boogschutter. Wat is de energie? Wat mag boogschutter verwachten? Welke boodschappen? Welke inzichten? Ja. We hebben de kaart het heden. Je leeft in het moment en je bent in staat de energie van liefde in je huidige omstandigheden te uiten. De situaties vanuit liefde bekijken, maar ook handelen daarna en je liefde inderdaad uiten. Leven in het heden. Wat mogen we nog meer ontvangen? Nog één kaart voor sterrenbeeld boogschutter. Vreugde. Is de volgende kaart, de laatste kaart van de kracht van liefde. Je verheugt je in de liefde voor het leven en geeft een vleugje vreugde en plezier aan alles wat je doet. Dus wat je doet, doe dat ook met passie, doe dat met plezier, doe dat met liefde. En ik heb de wijsheid van het orakel voor jullie geschud. Tijdens het schudden kwam twee keer deze kaart naar voren als enige kaart. Dus dit is jullie boodschap en dit heeft te maken met het lot. Kaart nummer 17. En 17 is vereenvoudigd nummer 8. Nummer 8 staat voor oneindigheid. Nummer 8 staat voor kracht. Nummer 8 staat ook voor financiën, grote veranderingen en karma. Ik leg de kaart hier neer, het lot. Ik ga de boodschap voor jullie erbij nemen. Kaart nummer 17 voor boogschutter. De wezenlijke betekenis van deze kaart. Ja, lot, karma. Accepteren dat je niet alles kunt veranderen en weten wat je niet kunt veranderen. De boodschap van het orakel. Dit gebed van de sereniteit geeft de betekenissen van deze kaart. God, geef mij de rust en helderheid om de dingen te aanvaarden die ik niet kan veranderen. Moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen. En wijsheid om het verschil te kennen. Dus weet wat kun je veranderen en wat niet. Er zijn dingen in het leven die je nooit zult kunnen controleren. Zoals datgene wat is. Is ontstaan door de evolutie, de natuur, je ervaringen in het verleden. Hebben mogelijk plaatsgevonden door speling van het lot. Spirit heeft je voorbestemd voor een groter doel dat je nu nog niet kunt begrijpen. Misschien vertellen de kaarten je nog niet waarom bepaalde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Maar je kunt het mysterie accepteren en werken met wat die gebeurtenissen en je huidige omstandigheden je leren. Deze wijsheid ligt besloten in het gebed van de sereniteit. De boodschap voor de relatie, boogschutter. Andere mensen zijn zoals ze zijn. Je kunt ze niet veranderen. De uitdaging is om ze te accepteren zoals ze zijn en om niet te proberen om ze te veranderen in iets wat jij graag wil. Dit is het moment om eens te kijken hoe je mensen probeert om te vormen naar jouw zienswijze. Of hoe ze zouden moeten zijn, zodat de relatie kan blijven bestaan en je problemen vermijdt. Wat als wie ze zijn en wat er tussen jullie gebeurt in deze situatie perfect is vanuit het gezichtspunt van Spirit. Het is nu tijd om te accepteren wat je niet kunt veranderen. Ook als het betekent dat je jezelf, Spirit en de ander moet respecteren door verder te gaan. Onvoorwaardelijke liefde betekent dat iedereen zijn eigen reis maakt en dat je niet de reis van een ander kunt bepalen. Wees je ervan bewust dat deze relatie gedoemd is om te mislukken en dat het tot gevolg heeft dat jij je zult ontwikkelen als een betere versie van jezelf. Een hele diepe boodschap. Kijk, boogschutter, en dit is wat er onder op het dek ligt. De staven 4. Een kaart van stabiliteit. Het kan te maken hebben met relaties. Het kan te maken hebben met je basis, je roots, je huis. Dit heeft ook te maken met een relatie naar een volgend level tillen, een verloving, een huwelijk. Maar dit is een kaart die staat voor vrede, harmonie, geluk, twin flame energie. Ja, vreugde, genieten. En als je heel hard aan het werk bent geweest in de afgelopen periode, neem ook je tijd om ja, die balans te vinden in je leven met die weegschaal. En maak ook tijd voor leuke dingen. Ga erop uit, ga leuke dingen doen. Wat is de boodschap voor sterrenbeeld boogschutter van de maand augustus 2023, universum? We krijgen een heldere, duidelijke boodschap. Met drie kaarten. De kelken 6, boogschutter.
En dit kan te maken hebben met het verleden, mooie herinneringen, terugdenken hieraan. Het kan ook te maken hebben met iemand uit het verleden die terugkomt. Of simpelweg nostalgie. Over een tijd dat alles nog veilig was, stabiel was, zorgeloos. Dit kan ook letterlijk met je kindertijd te maken hebben of met kinderen. Het kan ook te maken hebben met het omarmen van je innerlijke kind. Wat mogen we nog meer ontvangen? Sterrenbeeld boogschutter. Sterrenbeeld boogschutter. Het kan ook te maken hebben, boogschutter, met het loslaten van iets uit het verleden. We hebben hier de krachtkaart. De krachtkaart, leeuwenergie. Er staat ook een leeuw op. Dit is discipline. Maar dit is ook een kaart van moedig zijn, durf hebben. Of een situatie die je heel veel kracht heeft gekost. Maar met de krachtkaart is het een boodschap van het universum. Ook dit ga je overkomen. Ook hier kom je doorheen. En dan hebben we drie kaarten. Dus we hebben de kelken 6, de krachtkaart. We hebben de schildknaap van kelken. We hebben de magier. En we hebben de kelken 10. En met de magier hebben we heel sterk tweelingenergie. Dus van een grote arcane kaart hebben we leeuw en tweeling heel sterk op het dek. De magier is een kaart van iemand die iets nieuws creëert. De schildknaap van kelken kan te maken hebben met kinderen. Kan te maken hebben met boodschappen, met een nieuwe ervaring. En de kelken 10, dit is je ultieme geluk. En als het gaat om relaties, happily ever after, een gelukkig huwelijk. Maar jij bent degene die de controle heeft. Jij hebt de middelen in huis met de magier om datgene te manifesteren wat je graag wil. Voor sommigen is dit een relatie, een gezin. Voor anderen heeft het te maken met andere zaken die jou gelukkig maken. Wensen die je hebt. Het kunnen wensen zijn die je misschien al vanuit kindertijd hebt. Maar het kan ook een situatie zijn die met kinderen te maken heeft. Onder op het dek, niet zo'n fijne energie, de zwaarde 7. En in principe is dit een positieve kaart, de zwaarde 7, een gouden kaart. En de gouden kaarten zijn positieve kaarten. Dit kan ook met strategie te maken hebben. Een strategie bedenken om een bepaalde situatie die niet goed voor je is te verlaten. Maar dit kan ook een energie zijn van diefstal. Iemand die stiekem is, iemand die geheimen houdt, iemand die achter je rug om dingen doet. Dit kan iemand zijn, het kan een soulmate energie zijn als je echt zo iemand in je omgeving hebt. Want we hebben hier iemand is onbetrouwbaar, iemand kun je niet opbouwen. Dat kan deze energie zijn, tweeling, weegschaal, waterman energie. Het kan schorpioen, kreeft, vissen zijn met de schildknaap van kelken. Dit is in principe een hele mooie energie. Hele open, liefdevolle energie. Kinderen kan het voor staan, jongere personen. Met de magier is het ook een hele positieve kaart. Een kaart van de controle nemen. Maar dit is ook een kaart van iemand die wat trucjes kan hebben. En met de schildknaap van kelken erlangs wat manipulatief kan zijn. Maar ik heb meer het gevoel dat er iemand in je omgeving is. En het kan een soulmate zijn met de kelken 6. Iemand die je vanaf je kindertijd kent. Of iemand die, waar je mee bent opgegroeid. Kan het zelfs een familielid zijn. Want we zagen net met het voorschudden zag ik de kaart Affairs with your family. Situaties binnen familie. Dus het kan een familielid zijn. We gaan het verklaren. Onder op het dek heb ik hier de staven 9 voor jullie liggen. En dit is de gewonde strijder. Iemand die niet opgeeft. Maar het is ook een energie van je muur omhoog hebben en iets niet vertrouwen. Kijk, deze persoon kijkt ook heel wantrouwend. Dus er is waarschijnlijk al iets wat je niet helemaal vertrouwt. Waarom liet ik hier de zware 7? En zoals ik zei, dit kan de diefkaart zijn. Waarom liet ik hier de zware 7? De zegenwagen. Oeh. Een hele snelle kaart, de snelste grote arcana kaart, de zegenwagen.
kreeftenergie. En we hebben hier weer tweelingweegschaal Waterman met de Ridder van Zwaarden. Dit is een energie van snelheid. En de zegenwagen is ook een energie van snelheid, onderweg zijn. Zorg dat je niet te hard gaat rijden en daardoor boetes gaat krijgen. Dit is onderweg zijn. Het kan in de auto onderweg zijn met de zegenwagen. Maar dit is ook iemand die de controle neemt. Net als die magier die ook de controle heeft. Iemand die de controle neemt en ervoor kiest een andere richting uit te gaan. Zeker onder die zware zeven een strategie bedenken om zo snel mogelijk een situatie te verlaten waar je in zit. Dus ik heb het gevoel dat jullie inderdaad heel hard aan het nadenken zijn om een situatie te kunnen verlaten. De manier om de controle terug te nemen. En het kan te maken hebben met teruggaan naar een situatie waar je in het verleden in zat. Naar een persoon, naar een plek waar je opgegroeid bent. Met de kelken 6. We hebben hier een koningin van staven onder op het dek. Ram, leeuw, boogschutter energie. De staven 8. Snelle vooruitgang, communicatie. En weer die kelken 6 eronder. En jullie eigen energie, de gematigdheid. Het kan zijn dat je je in een situatie bevindt waar je echt zo snel mogelijk weg wil. Iets wat niet goed voor je is. Je wil een andere richting uit. En het kan zijn dat je erover denkt om terug te gaan naar een plek waar je bent opgegroeid. Naar een ramleeuwboogschutter energie. Maar dit is ook de kaart van, dit is jullie eigen energie. We hebben allemaal mannelijk en vrouwelijk. Dit is iemand die heel zelfverzekerd is, optimistisch. Iemand die heel doelgericht is, zelfstandig, onafhankelijk. Een aantrekkelijke persoonlijkheid. Waarom liet jullie kelken 6? En het kan ook zo zijn dat je naar iemand toe wil gaan om te communiceren met die Ridder van Zwaarden. En je wil iets kwijt. En waarom ligt hier die kelken 6? En het kan te maken hebben met oneerlijkheid. Je kunt iemand willen aanspreken op oneerlijkheid of diefstal of verraad, bedrog, noem maar op. Want je kunt, we hebben hier die lightning, bliksem, de Ridder van Zwaarden kan iemand zijn die heel erg geïrriteerd is. Iemand die de waarheid op tafel gooit. Waarom ligt hier de kelken 6? Oeh, de koning van Zwaarden. Ja, dit is iemand die in zijn kracht staat, heel serieus is, beslissingen maakt, hoofd over hart, maar dit kan ook staan voor een advocaat. Dus er kan ook we hadden die involvement with the law, zag ik, er kan heel snel communicatie binnenkomen, wat te maken heeft met diefstallen. Of oneerlijkheid. Iets van vroeger met de kelken 6. Waarom ligt er die kelken 6? Pentakels 2. Ja, een situatie waarin balans nodig is. Maar ook een situatie, boogschutter, waar jij wellicht een keuze moet maken uit twee personen. Een situatie en een persoon. En je gaat een hoofd over hart beslissing maken. En het kost je heel veel moed. En het kan te maken hebben met iets achterlaten. Waarom ligt hier de kracht? Waarom ligt hier de kracht? En je vindt het misschien heel moeilijk om iets achter te laten. En om je emoties niet te laten meespelen met de schildknaap van kelken. Waarom ligt hier de kracht? Waarom ligt hier de kracht?
voor boogschutter. Waarom ligt hier de kracht? Met die zegenwagen ga je dus inderdaad communiceren. Je gaat de controle terugnemen en je gaat richting je bestemming. Iets moet achtergelaten worden. Wil je inderdaad je doel bereiken of je bestemming bereiken met die zegenwagen. Maar het is belangrijk dat de situatie eerst een balans is. Er staan ook twee sfinxen, zwart, wit. En het is belangrijk dat beide sfinxen en op de traditionele kaart zijn het paarden dezelfde richting uitrennen. Want anders word je zegenwagen, dat is een oorlogsvoertuig, uit elkaar getrokken. Dus om een bepaalde uitdaging aan te gaan, zul je een keuze moeten maken, waardoor er balans komt en je actie kunt ondernemen. We hebben hier de krachtkaart en die wordt verklaard door de kelken 8. Ja, een situatie die je niet vooruit brengt. Een situatie waar je niet gelukkig van wordt. Die je geen voldoening geeft, achterlaten. Een emotionele beslissing maken. Het is een moeilijke beslissing. Het valt je heel moeilijk om iets achter te laten. Want je hebt mooie herinneringen, je hebt nostalgie. Waarom ligt hier de schildknaap van kelken voor boogschutter? De schildknaap van kelken. De geliefde kaart. Dus dit heeft ook met een hele sterke band te maken. Liefdesband kan het zijn. Dit kan twin flame energie zijn. We hebben hier al soulmate energie. Schildknaap van kelken. Partnerschappen. Schildknaap van kelken. Nog een kaart. En de geliefde kaart is ook een keuze. Koning van kelken. Schorpioen. Kreeft. Vissen energie. En als het jouw energie is met de koning van kelken, ja, dit is iemand die zijn emoties onder controle probeert te houden. Kan te maken hebben met kinderen, zoals ik zei. Maar dit is een situatie of een persoon waar je heel veel liefde voor voelt. Met de geliefde kaart. En het kan ook te maken hebben met vooruitgaan, een andere richting kiezen. Je gevoelens uiten naar iemand. Iemand die je wil manifesteren. Iemand die je ziet om een toekomst, een gezin mee op te bouwen. Maar dit is iemand waar je hele sterke emoties voor hebt. Maar er is een keuze hier. En het kan, als het niet met een relatie te maken heeft, ervoor kiezen om een relatie aan te gaan. Je gevoelens te uiten. En een andere situatie achter je te laten. Dan heeft het te maken met je algemene geluk. Je algehele geluk. Datgene wat jou blij maakt. En dat kan voor iedereen anders zijn. Maar we hebben hier ook een huwelijk vindt plaats. Romantisch of zakelijk. Waarom ligt hier die keuzekaart? De geliefde. Waarom ligt hier de geliefde kaart, universum? Voor boogschutter. De geliefde kaart. Ja. Vooruitgang. Kansen, mogelijkheden, opties. Kan zijn op financieel gebied. Maar dit is ook communicatie. En dit is iets wat je zelf manifesteert. Iets nieuws. De magier is iemand die iets nieuws creëert. Al zijn middelen gebruikt om zijn wensen, zijn hoop, en dat is die kelken 10 in dit geval, werkelijkheid te maken. Nieuwe ervaringen. Waarom ligt hier de geliefde kaart? En hier hebben we hem. Het lot. Situaties die je niet kunt veranderen. Accepteren. En de diepere betekenis ervan meenemen. We hebben het rad van fortuin. En dit is inderdaad een rad wat rond blijft draaien. Maar dit is ook een mooie kader te krijgen op financieel gebied. Je kunt ook voor een keuze op financieel gebied, op zakelijk gebied staan. En dit is iets wat je financieel vooruit kan brengen. Er komt beweging in een situatie. Positieve beweging op het moment dat er een keuze gemaakt wordt. Wauw. Drie grote arcane kaarten. De magier, de hoge priester en de dwaas. In het diepe springen, een risico nemen.
En met die kaarten, Involvement with the Law, boogschutter, zou ik heel goed nadenken over het nemen van een risico. Want het zou zomaar kunnen zijn dat je samenwerkt met iemand die inderdaad niet eerlijk is. Waarom ligt hier de magier? Staven 2. Ja, op een kruispunt staan. Maar nog niet direct stappen zetten. Dit is plannen maken. Strategisch zijn. De magier is ook heel strategisch. De zwaarde 7 is een kaart van strategie bepalen. De staven 2 is een kaart van nadenken, plannen maken. Dus je bent iets aan het manifesteren. Je bent een strategie aan het bepalen. Het kan niet met iets te maken hebben wat heel snel verandering brengt. Met de zegenwagen, met de ridder van zwaarden. Waarom ligt hier de kelke 10? Het rad van fortuin heeft te maken met je bestemming, heeft te maken met goddelijke timing. Een positieve verandering, een einde aan vertragingen. Communicatie die er binnenkomt. Waarom ligt hier de kelke 10? De kelken 10. Ridder van pentakels. Dus dit is de langzaamste ridder uit het dek. Iemand die je iets aanbiedt, een pentakel. Dus dit heeft ook weer te maken met alles wat tastbaar is. Geldzaken, zaken die stabiliteit brengen. Kan te maken hebben met je carrière, werksituaties. Kan ook te maken hebben met een stabiele relatie. Dit is de langzaamste ridder uit het dek, maar iemand die heel goed nadenkt, heel een gedetailleerd plan heeft. Ja, en dat hebben we met al die energie van strategie hier op de tafel. Langzaam stappen zetten. Dus ja, ik heb toch het gevoel dat dit iets is waar je ook je tijd voor moet nemen, heel goed over moet nadenken. Die pentakel tot in detail bekijken. Kijk, we hebben hier de zwaarde 8. Een kaart van een situatie niet zien voor wat het is. Deze persoon ziet de situatie niet helder. Gaat ook uit van het ergste. Self-fulfilling prophecies. We hebben hier iemand met een blinddoek om. Iemand die het gevoel heeft vast te zetten in een situatie. Maar iemand die zich heel makkelijk kan bevrijden door haar blinddoek af te doen. En simpel, de touwen waarmee ze vastgebonden zit, zitten maar heel losjes. Dus die kan ze afdoen. En dan hebben we een koning van pentakels. Stier maakt steenbok. Iemand die gefocust is op financiële stabiliteit. Iemand die heel ambitieus is. Dit kan iemand zijn die getrouwd is of in een lange relatie zit. Voor sommigen van jullie heeft het te maken met een bedrijf of je financiële situatie. Je hebt het gevoel stil te staan. De ridder van pentakels zit op een stilstaand paard. Kijkt naar zijn omgeving, maar staat stil. Dus heel langzaam vooruitgang richting die kelke 10. De kelke 10, datgene wat je gelukkig maakt. En voor sommigen van jullie heeft het te maken met een stabiele relatie, een huwelijk. Voor anderen heeft het te maken met je financiën. Er komt dus nu vooruitgang. Plotselinge vooruitgang. Snelle vooruitgang, wat je heel gelukkig maakt. En het heeft te maken met iets wat je aangeboden wordt wellicht. Door een koning van kelken, schorpioen, kreeft, vissen. Of een tweeling. Maar je komt voor een keuze te staan. En dat is een hele moeilijke keuze om te maken. Ja, er moet iets achtergelaten worden. Waarom ligt hier de koning van zwaarden? Dus die verandering, dat kan ook echt een levensgrote verandering zijn, heb ik het gevoel. Ja, de koning van zwaarden wordt verklaard door de dwaas.
in het diepe springen en risico nemen. Ja, dit is iemand die heel onbezonnen, onbezorgd is, ervan uitgaat, alles komt goed, ramenergie. Maar kijk, deze hond waarschuwt de persoon, neem geen risico. Ga niet in het diepe springen, die klif is veel te hoog, dit ga je niet redden als je hier vanaf springt. Maar de dwaas, ja, maakt misschien wel een dwaze beslissing. En voor sommigen van jullie, ja, je bent heel serieus aan het nadenken over deze situatie. Je probeert objectief te kijken, vertrouwen op je eigen innerlijke wijsheid. Je wil een situatie die rechtvaardig is. Met, ja, dit staat echt voor rechtvaardigheid. Waarom ligt hier de pentakels 2? Ja, dit kan te maken hebben met een samenwerking met iemand, met de pentakels 3. Waarom ligt hier, en je bent aan het nadenken, moet ik een risico nemen of niet? Waarom ligt hier de pentakels 2? Dit kan ook samenwerken aan een relatie, aan een stabiele relatie. Maar met die pentakels 2, met de zwaarder 8, zit je in je hoofd. Je bent aan het weekend wegen. Er is balans nodig, maar ja, je hebt het gevoel 2 stappen vooruit te gaan, 3 stappen achteruit. Waarom ligt hier de pentakels 2? Voor boogschutter. Pentakels 2. Ja, de wereldkaart. Een nieuw hoofdstuk. Stier, leeuw, waterman, schorpioen energie. Dit kan een hele grote een keuze die je gaat maken waar je voor staat. Een hele grote verandering met zich meebrengen. Een hele gelukkige verandering. De wereldkaart is ook iets is voltooid. Een bepaalde situatie, iets is voltooid. Iets is op succesvolle wijze beëindigd. Een gelukkig einde van een situatie. En een nieuw hoofdstuk. Met een schone lei beginnen. Maar je hebt misschien het gevoel dat iets nog niet helemaal afgesloten is met de wereldkaart. Ik wil nog 1 kaart voor de zegenwagen. Want ik zie dus wel, ja, de actie ondernemen. De zegenwagen. Waarom is hier de zegenwagen? En dit is een situatie verlaten. Het kan zelfs zijn, heel snel. Ja, een soort van stiekem in het holst van de nacht. Ja, we hebben hier de zwaarde 9. Iets waar je je zorgen over maakt. Overanalyseren, slapeloze nachten. Waarom ligt hier de zegenwagen? Pentakels 4. Ja, het kan te maken hebben met je financiële situatie. Maar dit is ook een energie van niet geven. Dus je kunt te maken hebben met iemand die niet geeft in een connectie. Iemand die zich afgesloten heeft. En dit is ook de gierigaard uit het dek. En met die zwaarde 7 daarboven, ja, dat kan staan voor iemand die jou niet het geld geeft waar je recht op hebt. Waar je zorgen over maakt. Iemand heeft je iets aangeboden, maar is zijn woorden niet nagekomen. En het is nu tijd om inderdaad de controle terug te nemen. En je bent heel duidelijk plannen aan het maken over iets. Waarom ligt hier het Rad van Fortuin? Je hebt nu de kans, de mogelijkheid om de controle terug te nemen. Maar ja, daar zit een moeilijke beslissing aan vast. We hebben de koning van pentakels hier onder de kelken 10. En we hebben hier een koningin van pentakels. Dus dit kan een stel zijn. Het kan te maken hebben met een stel. Het kan zijn iemand waar jij een partnerschap mee hebt.
Of het kan zijn, ja, een partnerschap aangaan. Waar je over twijfelt. Is dit wel echt wat ik wil? En wat ga ik achterlaten? Vast blijven houden aan het verleden. Met de kelken 5. Iets maakt je verdrietig. Iets brengt teleurstelling. Het kan spijtgevoelens zijn. Gemiste kansen. En de boodschap is vertrouw op je intuïtie. De hoge priesteres. En het kan ook iemand zijn die geheimen heeft gehouden voor je met de hoge priesteres. Vissenenergie, kreeftenergie. Maar ja, boogschutter, ik zie jullie weer de zware 7 zie ik onder op het dek. Ik zie je dus inderdaad je rug ergens naar keren. En een beslissing maken ergens voor gaan. En het heeft allemaal te maken met je eigen geluk. Dan zal ik nog als laatste de weg naar je levensdoel. Wat is de boodschap van boogschutter voor de maand augustus 2023? En als het resoneert, boogschutter, en je herkent dingen uit deze reading, dan geef mijn video een like. En laat een reactie achter. Ik ben heel erg benieuwd. Universum. Zeker als de maand augustus afgelopen is. Want dan vallen er misschien nog puzzelstukken op hun plek. Universum, wat is de boodschap voor boogschutter voor de maand augustus 2023? Boogschutter. Boogschutter. We hebben er 2. Maar ik neem de kaart die voorop ligt. Verkeerde richting is jouw boodschap. De 30ste van de volgende maand. En we zitten nu in augustus, september. 30 september. Is een datum die je in gedachten moet houden. En dit is de verkeerde richting. Ik ga even kijken wat de boodschap is. Bij de verkeerde richting. Je gidsen weten dat je behoefte hebt aan verandering. Ze voelen je verlangen om iets anders te doen en je omgeving te veranderen. En ze weten ook dat je kan kiezen voor een project dat wel bij je past. Op dit moment ontvang je veel tekens en boodschappen die je laten zien dat je niet op het juiste pad bent. Wees dus alert op onverwachte gebeurtenissen en blokkades. Ofwel bewandel je op dit moment een pad dat je niet de vervulling brengt die je verwacht. Je gidsen vragen je dan om een andere weg in te slaan. Ofwel ben je een nieuwe carrière begonnen waarin je niet al je vaardigheden en kennis zal kunnen gebruiken. En dat zal je later verveling en frustratie opleveren. Je wordt gevraagd een pauze in te lassen, zodat je in de energie van een nieuwe dynamiek voor je beroepsleven kan komen. Die wel degelijk aanwezig is voor jou. Maar je moet de diepgaande veranderingen voelen die je moet maken om echt in harmonie met jezelf te zijn. Je moet een stap terugzetten. Je moet iets ter discussie stellen. Je gidsen weten dat je gemotiveerd bent en dat je alles om je heen wil veranderen. Toch vragen ze je nadrukkelijk om in de huidige omstandigheden deze weg niet in te slaan omdat je teleurgesteld zal worden. Kelken 5. Naast de koningin van pentakels. Dit is de kaart van teleurstelling. Je hebt een lange weg afgelegd en je gidsen weten heel goed dat je het erg moeilijk vindt om verbonden te blijven met wat je echt wil. Je kan het gevoel hebben dat alles wordt uitgesteld en dit veroorzaakt telkens weer angst of benauwdheid. Ja, die angst met de zware 8. Je gidsen vragen je om deze energieën niet te voeden, omdat de 30ste van de volgende maand heel erg belangrijk voor je zal zijn. 30 september, boogschutter. Je zit in de energie van verandering en er gebeuren veel positieve dingen voor je. Je zal bepaalde gevolgen van een koerswijziging in je beroepsleven moeten aanpakken. Ja, maar vanaf de 30ste van de volgende maand ben je in een energie van openbaring en overdracht van je vitaliteit en je licht, boogschutter. Dat is jullie boodschap voor de maand augustus. Ik wens jullie heel veel succes, heel veel liefde en licht voor alle boogschutters en een hele mooie maand. En ja, tot de volgende keer. Dag!